Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926. We hebben hier een opvang gecreëerd op verzoek van het Rijk via de veiligheidsregio voor ongeveer 100 mensen. Die mensen die hier nu naartoe komen, die komen beter ondertussen, wisten we niet hoe hier aan begonnen, uit Grubbenvorst. Die zitten daar in een tijdelijke opvang die gesloten wordt. Het is een groep die dus al in deze samenstelling daar een aantal weken heeft verbleven. En die komen nu naar hier. Dat heeft een paar voordelen. Eén grote voordeel is dat we ze niet in één keer met alle 100 tegelijk uit de Apel hier binnen krijgen. En dan alles in één keer moeten oplossen. Dus we hebben nu blokken gemaakt. Waardoor we elke keer een bus krijgen met 25 mensen. Dus dan hebben we ook de tijd om mensen hier even te laten kijken en wennen voordat de volgende groep komt. Het geeft het tweede voordeel dat we ook ongeveer weten wie er in, niet ongeveer, precies weten wie er in de bus zit. En niet alleen mannen of vrouwen enzovoort, maar ook of er medicijnen nodig zijn of er bepaalde aandacht nodig is enzovoort. Dus dat geeft ons wel een voorsprong ten opzichte van een heel onbekend gezelschap. Ja, dit zijn de slaapvertrekken. Nou, we hebben eigenlijk op één dag tijd samen met een bedrijf die een standbouw doet, al die slaapvertrekken ingericht. Nou, jullie kunnen dadelijk even kijken. Dat verschilt van één persoonskamer, 2, 3, 4, 5 tot en met 6. Stapelbedden ook. En zo hebben we deze ruimte ingericht met 40-tal bedden. Boven ook nog een keer 40. 10 dadelijk aan de andere kant. En we hebben een COVID-ruimte waar we eventueel ook nog 10 mensen kunnen opvangen. Hoe is deze locatie tot stand gekomen? De gemeente heeft een aantal locaties die we remont ter beschikking hadden onderzocht. Maar deze locatie was binnen 14 dagen klaar te maken door het Rode Kruis voor een humane opvang. En daarom is deze locatie in de Nassaustraat gekozen. Ben je tevreden met de locatie, hoe het uiteindelijk is ingericht? Nou, het is geweldig hoe op korte tijd het Rode Kruis en anderen hier deze locatie klaar hebben gestoomd. En volgende week maandag zullen de eerste asielzoekers dan ook arriveren. Hoe wordt de beveiliging geregeld van deze locatie? Er is 24 uur per dag, 7 dagen in de week, beveiliging aanwezig. Er zijn ook mensen van het Rode Kruis natuurlijk hier. Er komen ook mensen natuurlijk van het COA. Dus mocht er ooit sprake zijn van overlast, en ik denk dat dat niet het geval zal zijn, dan kunnen ze zich melden via een bepaald telefoonnummer, wat binnenkort bekend wordt gemaakt. Maar ze kunnen ook eventjes hier naar de ingang komen. En de buurt wordt ook verwittigd, had ik begrepen? Of is al verwittigd? De buurt die komt vanavond, woensdagavond, komt hier ook op bezoek om te kijken. Maar ja, met 35 graden is dat misschien wat minder aantrekkelijk. Maar de buurt wordt ook morgen weer geïnformeerd met een bewonersbrief. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Peter Brouwers, Caravan & Camper Service.